deze zesde serie. Nog de vier series gaan met deze erbij in de Volksmond. Is er op baan nummer 7. Daar ligt Marit Steenbergen op een heel mooi hoor, 27 seconden. En keert hier nu in 58-52. En dan gaan we zeker naar de tijden van Steenbergen kijken. Hier zit ze goed op koers. Om een mooie tijd weer te zwemmen op een groot toernooi. Steenbergen dus aan de leiding, de tweede positie. Daar voor de dame in baan nummer 5. En dat is Laura Sets. En zo komen we dus naar die laatste keer. De laatste 50 meter voor Steenbergen. Ze keert 1:30:43. En dan gaan we kijken wat de tijden gaan worden. Hier nu de voorsprong wat af moet staan aan de dame in 5. Laura Sets, dames komen wat dichterbij. Ook in baan nummer 8, Marie Blokhuis. Maken deze race nog wat spannend. Sets komt langs zij. En zo gaan we die laatste 5 meter zwemmen. Kijk hier in 2 ook nog Josephine Tesch als eerste. Aan de finish is het dan Tesch. In 2:03:67, tweede tijd voor Laura Sets, 2:03:79 en de derde tijd voor Marie Blokhuis, 2:04:16. Officiële uitslag ziet u in beeld en dan gaan we verder met serie nummer 7.